Vervuiling in voeding. Aluminium in voeding. Weet je, weinig mensen weten dat onze zoon heel erg ziek is geweest. Dat heeft een hele diepe impact op ons gehad. En onze zoon reageerde bijvoorbeeld op aluminium in eten. Dat, ja, hij reageerde op gigantisch veel dingen. Zoveel dat het echt... Het was gewoon eigenlijk niet leefbaar. En dat heeft wel mede gemaakt dat wij zijn gaan zoeken naar hoe is het dan wel leefbaar voor hem. En zo zijn wij op een hele natuurlijke levenswijze gekomen die wij nu leven. Met vers drinkwater en biologische zelfgeteelde voeding. Maar als je in de materie duikt dan, en je gaat echt observeren en kijken. En dat gaat natuurlijk fantastisch met een kind met eczeem en allergieën en intoleranties. Die laat je wel exact zien wat er mis is en wat er aan troep in eten zit. Want hij kreeg gewoon binnen 5 minuten zwaar eczeem en krabde zijn huid tot bloedens aan toe open. Dus het was perfect om te zien. En daar hebben we heel erg veel van geleerd. Want je kan het niet. Hoe moet je het testen? Hoe moet je dat nou? Hoe kun je er nou achter komen in welke voeding welke troep precies in zit? Daar kom je niet achter. Tenzij je een kind hebt die het jou feilloos laat zien. Nou, dat hadden wij. Dus wij weten wat er in chips zit. Bijvoorbeeld, chipszakken hebben aan de binnenkant een aluminiumlaag. Die laag laat los en zit in je eten. Eet je chips uit een zak met zo'n aluminium schicht, zeg maar, zo'n aluminium laagje aan de binnenkant, dan eet je letterlijk aluminium op. En nou is het echt niet zo dramatisch als je dat 1 keer in de maand doet. Maar het is wel heel goed om je te realiseren dat alles wat je tot je neemt en waar dit in zit. En waar wat dan ook in zit. Aan zware metalen, maar ook aan gifstoffen. Het stapelt zich allemaal op in je lichaam. En op een gegeven moment is er gewoon een break-even punt bereikt. En dan kan jouw lichaam het niet meer verwerken. En dan word je ziek. Van gifstoffen en zware metalen. En dit is niet iets wat bij uitzondering gebeurt. Dit is... Er wordt gerekend met normwaarden. Iets wat is toegestaan. Dus er is een normwaarde. Dit accepteren wij. Oké, prima. Maar er wordt niet gekeken naar de optelsom van al die normwaarden. En wat het effect daarvan is op het lichaam. Dat wordt gewoon buiten beschouwing gelaten. Die normwaarde is gecheckt. Die is oké, dat kan het lichaam handelen. Oké, maar de optelsom van al die stukken is niet naar gekeken. Wordt niet naar gekeken. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Ik vind dat je hier zelf verantwoordelijk voor bent. En aangezien ik een kind had, nu inmiddels niet meer, want hij heeft deze reacties niet meer, hij heeft deze intoleranties en allergieën niet meer. Maar aangezien ik dat had, dat mijn kind het mij perfect kon spiegelen, kon laten zien, oké, hier zit troep in en hier niet en dit is zuiver en dat is vervuild. Doordat hij mij dat kon laten zien, zijn mijn ogen geopend en kan ik het jou ook mededelen. Let op wat je tot je neemt. En realiseer je dat zelfgeteelde groenten en fruit echt veel gezonder is dan biologisch. Daar ga ik ook nog een keer een podcast over maken. Biologisch is niet zo gezond en zuiver als dat jij denkt. Ook daar zit troep in. Het allerbeste is nog steeds dat je het zelf teelt. Dus ja, ik hoop dat dit je helpt en dat dit ook bijdraagt dat je wat meer bewustzijn krijgt rondom gifstoffen, rondom zware metalen, rondom voeding. En dat je weet welke stappen je kunt zetten voor jezelf om je leven te verbeteren. Ik wens je een hele fijne avond. Tot de volgende keer. Doei doei!